Elke keer wisselen toch? Mag dat? Ja. Mag je na elke game wisselen dat hier naar mij? Dat weet ik niet. Ja, joh. Ik zal het zo kijken. Oké, we zijn live bij de teamfinale. De bekerformaat teamfinale tussen Nederland en Duitsland in Emmen tijdens Lucky Seven. Dat houdt in de drie beste heren van de Nederlanders en de drie beste heren van de Duitsers. Tezamen met de twee beste dames van het toernooi in de voorrondes. Zowel bij de Nederlanders als bij de Duitsers. Op de banen ziet u team Duitsland, Christophe Soessen, Jamie McDermott, Nathalie McDermott, Michael Koch en Mirjam Otten. En team Holland bestaat uit Margaret Jacobs, Jort van Weren, Jeffrey van der Wakker, Nicole Sanders en Kelly Plummen. Veel plezier. Zij gaan zometeen drie games gooien. Drie games bekerformat. Ingooien is zojuist al geweest, dus we gaan direct starten. Bekerformat houdt in dat elke speler een frame gaat gooien. Dus frame 1 wordt door de ene speler gegooid, de tweede frame door een andere speler, enzovoort, enzovoort. En zo spelen ze met het team een hele game. Kan ik aber auch im dritten wieder. Degene, het team met het hoogste pinval over drie games, wint €250 voor het team. Dus €50 per speler kan er gewonnen worden. Je kunt in een heel stukje reinvolg ändern. Also, du musst nicht so bleiben. Wobei es ja eigentlich, weil wir noch tote Pinfall wollen, ist eigentlich egal. Das macht ja schon ein bisschen was aus. En Nicole gaat starten. Nicole Sanders voor Nederland. Twee met de strijd. Nederland start met de strijk. Ja, ik heb mijn eigen vorm. Wat doe je dan? Nicole, doe je nou? Ja, het is wat, hè? Op baan 3. Je weet op baan 3. Top. Nee, twee keer. Nu Nathalie McDermott voor Duitsland. Ja, dat is goed. Er staat ook een strijk. Beide teams zijn het gelijk op. Kelly Plummen strijkt ook. Dubbele strijk van Nederland dus nu. Nou krijgen we Mirjam Otten namens Duitsland. Ook een dubbele strijk voor Duitsland. En nog een strijk voor Nederland, Jeffrey van der Wakker in de derde frame. Krijgen we nu Christophe Soessen namens Duitsland in de derde frame. Kijken of hij ook weet te strijken. Die gooit een 7. Dus is er nu de voorsprong voor Nederland. Dat terwijl Jort van Weren een 9 gooit, die spert. Spare voor Jort van Weren, nu Michael Koch namens Duitsland. Die strijkt. Dus. In principe is het nu 2 pins verschil. Mark Jacobs die laat een 5 pin staan. Daarom liet hij mij voor.
Oei. Jamie McDermott. Split. 2-4-17 split. Jacobs, 5 punt die wel zal sperren waarschijnlijk. Zo vaak heb ik hem niet. Ja, mooie spam. Moeilijke spam, maar hij spert hem wel. Dus is het nog steeds praktisch gelijk opgaand. En deze heren die de 5e frame speelden, die komen straks dus terug in de 10e frame. Het kan wij mogelijk af te kunnen maken voor. Weer een strijkgooi. Dan krijgen we Nathalie McDermott. Tien pin. Dames hebben ook nog wat bonussen bij. De handicap, team handicap van Nederland is 13 en Duitsland 28. Dat gaat op het einde ook mee tellen natuurlijk. In principe beide landen nog een beetje foutloos. Alles nog gesperd of gestrijkt. En de total pinval over 3 games die gaat straks tellen. De tussenstand nu, als we het even op total pinval kijken, is het 151 voor Nederland tegen 153 voor Duitsland. Wakker die een strijk gooit. Mirjam Otten gaat het net sperren. Nederland nu in frame 9, Jort van Weeren. Mist. Gelukkig dat de 10 pin wegvalt. Anders was het een stuk lastiger. Jort die de 1-2-8 laat staan. Een zeventje dus. Wat weer kans biedt voor Duitsland om terug te komen. Christoph Soeten. Strijk. Dus Duitsland komt er weer aan. Een spijtje voor Jort. En nu Michael Koch bij een strijk. Dan gaat Duitsland weer aan de leiding. Dat doet hij. Dus nu staat Duitsland weer aan de leiding in deze game. Mark Jacobs. Wie anders? Die het eindschot moet doen. Jamie McDermott namens Duitsland. De 10e frame, de belangrijke frame nu. Die gooit een 9. En dan is het de kans voor Mark Jacobs om Nederland na game 1 aan de leiding te zetten. Indien hij nu een strijk weet te gooien. Ja.
Hoeken dan. Dikke dan. Oh, ja. Die denken wel niet op te zijn. De dubbele strijk van Nederland. Dat betekent dat Nederland aan de leiding gaat na game 1. Het gaat om de total pinfall, dus dat is even wachten nog. Maar in principe kan Nederland op 2-21 komen. Sorry, meer 2-41 komen moet ik zeggen. En Duitsland zou zelfs nog op 2-42 kunnen komen, aangezien de bonus iets hoger is. Dus Mark moet hem eigenlijk wel strijken. Dat doet hij niet. Dan denk ik dat Duitsland toch nog aan de leiding gaat door hun handicap. Nederland in ieder geval 2,37 totaal. De camera ook zegt dat ik naar huis ben. En Duitsland 2,42, dus het verschil is 5 pins. 2,42 voor Duitsland na game 1 tegen 2,37. Gaan we naar game 2 toe. 2 games te gaan nog. We gaan van banen wisselen. Duitsland gaat nu naar baan 3. Nederland baan 4. Nog steeds bekerformat. Een game wordt gespeeld met 5 spelers. Elke speler speelt 2 frames. Nicole dus namens Nederland nu frame 1. Zij gaat ook in frame 6 weer gooien. Oh, wel een strijk van Nicole. Nathalie McDermott namens Duitsland. Een 10 pin. Nu Kelly Plummen. En een dubbele strijk voor Nederland. Duitsland mist. Dat betekent dat Nederland dan momenteel aan de leiding staat. We krijgen nu Jort van Weeren namens Nederland. In frame 3. Oeh, die krijgt een 8 pin. Het zag er goed uit. Toch een 8 pin. Miriam Otte, de tweede frame voor Duitsland, een 8 gooit. Zij laat de 6-10 staan. Jort van Weeren voor de spare. Die maakt hij. Christophe Susse, de derde frame voor Duitsland. Gooit ook geen strijk. Mark Jacobs mist zijn 9. Dat gebeurt niet vaak. Jeffrey van der Bakker zo namens Nederland als frame 5. Terwijl Susan spaart in de derde frame. En we nu Jeffrey van der Bakker gaan krijgen. Namens Nederland in de vijfde frame al.
7 gooit. Krijgen we nu Jamie McDermott. Die nu als speler 4 gaat spelen. Voor de Duitsers. En gooit ook geen strijk. Nog steeds de leiding voor Nederland. Van de Wakker die wel spert. Prima. McDermott is natuurlijk van origine een Schot, Schotland, maar aangezien hij getrouwd is en in Duitsland woonachtig is, speelt hij hier dus namens Duitsland. En een spare voor hem. Nederland die dus een frame al voorloopt. Die goal is alweer aan de beurt. Die de 6e frame voor Nederland gaat spelen. Zeven punten. Ja, dus toch Nederland die de enigste strijks gegooid heeft in deze game tot nu toe. Dus kijken of Michael Koch namens Duitsland een verandering kan brengen. Nee hoor, nog erger zelfs. Een split. 2-9 laat hij staan. In principe nog steeds Nederland aan de leiding deze wedstrijd. Goal die spam maakt. Dat kan dus heel belangrijk zijn. Open frame voor Koch. Ja, daar is uiteindelijk weer een strijk. Kelly Plummer namens Nederland. Eens kijken, Nathalie McDermott. En ja, zij gooit ook een strijk. Het is de eerste strijk voor Duitsland in deze game. Dat betekent dus nog steeds dat Nederland aan de leiding gaat. Mirjam Otten. Strijk. Duitsland een dubbele strijk nu. Krijgen we Mark Jacobs in de 9e frame namens Nederland. Die er 3 strijks op rij van maakt voor Nederland. Dus de voorsprong is steeds van Nederland. Gaan we nu Duitsland krijgen met Christoph Soesen. Die de 8e frame gaat spelen voor Duitsers. Te hoog. Net een 10-pin. Jeffrey van der Wakker namens Nederland. Ja hoor. 4 strijks op rij voor Nederland. Spam voor Duitsland en Duitsland moet nog frame 9 en 10 spelen. Terwijl Nederland dus al in de 10e frame bezig is met die 4 strijks op rij. We staan net voor. Het verschil is niet heel groot nog. Mede natuurlijk dankzij de bonus, die handicap, die het verschil van Duitsland-Nederland. Waarin de Duitsers 15 pins meer hebben. Als Nederland op uitstrijk staan ze op 4,86. Van McDermott, die krijgt solid 9 in de 9e frame. Hop, 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 in de hoek eraan. Hop, hop, hop. Jeffrey goed weg. Die bal was te ver naar buiten. We hoorden al weer andere reacties. Natuurlijk. Het zijn 5 strijks op rij voor Nederland nu.
Nederland die nu op 2.36 kan gooien deze game. Duitsland spant en Duitsland die kan nog maximaal 190 gooien. Dus is er zeker weten de voorsprong voor Nederland. Laatste bal, Jeffrey van der Bakker. Is naar de binnenkant. Zesje erbij. Michel Kocht die strijk wordt voor de Duitsers. Het is nog niet gebeurd hier. Nederland eindigt in ieder geval met een game van 2-32. Inclusief de bonus. Totaal 2-45 voor Nederland. En 4-82 totaal pinfall. Daar gaat het even om. 4-82 is het nu voor Nederland. Waar komen de Duitsers op uit? In ieder geval een dubbele strijd. Ze kunnen volgens mij op 4-60 komen. Ja, Duitsland kan op 4-60 komen. Dan is het maar 22 punten verschil met nog een hele game te gaan. En de Duitsers hebben 28 bonen. Nederland 13. $4.59 komt Duitsland op uit. $4.59 Duitsland tegen $4.82 voor Nederland. Dat is na twee games. We gaan nu de laatste beslissende game krijgen. En dit is nog lang niet gebeurd. Deze game gaat de beslissing brengen wie de teamfinale Nederland-Duitsland gaat winnen. Nicole begint met 9. Laat de 7 pin staan. Nathalie met Kulmunt die nu een 8 gooit, kan die natuurlijk ook gewoon sparen, maar we hebben nog maar een verschil van 7 pins, denk ik, tussen Nederland en Duitsland, als je de bonussen erbij optelt. Weer een strijk. Gooit heel veel strijks in deze Nederland-Duitsland finale. Dat is duidelijk. Doet het goed. Mirjam Otte is kijken of zij ook een strijk kan gooien voor Duitsland. Het ziet er goed uit. Ja hoor. Ook een strijk voor Duitsland. Beide starten dus met spare strijk. En dan gaan we nu het exacte tussenstand krijgen zometeen van Nederland en Duitsland. Dat is 5-50 voor Nederland, 5-0-7 voor Duitsers. 8 punten verschil. En Mark Jacobs strijkt al voor Nederland. Dat betekent dat Duitsland ook moet strijken om bij te blijven. 8 punten verschil nu. Over de total pinfall, want daar gaat het om. Dan krijgen we nu frame 3 Duitsland, Christoph Soesen. Kan hij ook een dubbele strijk creëren voor de Duitsers. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Gesper, terwijl Jeffrey van der Wakker een strijk erbij gooit. En dat betekent dus dat we een echte voorsprong voor Nederland hebben. Van zo'n 20 of 20.
Nederland die nog steeds 92 zelfs als teamgame kan gaan gooien, terwijl de Duitsers nog maximaal 62 kunnen gooien. Ja, Jort van Weren die solid 9 gooit. Nu de beurt aan Michael Koch namens de Duitsers. Die strijkt wel. Is toch de kans voor Duitsland weer om terug te komen in de wedstrijd. Dat gaan we nu zien. Jamie McDermott. Hij kan Duitsland echt terugbrengen in de wedstrijd door nu een strijk te gooien. Dat doet hij niet. Dan behoudt Nederland dus zijn voorsprong. Na 5 frames. En gaan we nu Nicole Sanders zien in de 6e frame. Dan kunnen we dit dan aanwisselen. Hoe was die dan? Wie strijkt, hè? Ik heb wel duidelijk dat ik het nog niet zo goed. Vorig jaar deze teamfinale was ook al gewonnen door Nederland. En de Nederlanders staan dit jaar ook goed voor. En ik wil weer een strijk. Heeft volgens mij niks anders gegooid nog. Heeft alleen maar strijks gegooid. Nathalie McDermott die eigenlijk wel een strijk moet gooien voor Duitsland. En dat ook doet. De Duitsers kunnen alleen maar volgen. Want Nederland staat er prima voor nu. Na 7 frames. Gaan we kijken, Mirjam Otte. Daar geldt hetzelfde voor. Moet er ook wel een strijk gaan gooien eigenlijk. En doet dat niet. En gooit zelfs, bijna een split wou ik zeggen. Maar het valt nog net de 10 pin weg. Laat de 2-4 staan. Ja, deze moet echt gesperd worden voor Duitsland. Daar komt Mark Jacobs. Die geen strijk gooit. Dat biedt nog steeds kansen voor de Duitsers. Dit is nog niet over. Belangrijke spare voor Duitsland. Mark Jacobs, wat doet hij? Een spare. Bijna op het einde. Duitsland die eigenlijk wel een strijk moet gaan gooien nu. In ieder geval een dubbele strijk moet gaan gooien. Dus dan hebben we eerst de beurt aan Christoph Soesen. Gooit in ieder geval de eerste strijk. Nederland nu naar frame 9 toe. Duitsland naar frame 8. Nee, ook naar frame 9. 168 voor Duitsland op dit moment. En 179 voor Nederland op dit moment. 6,61 Nederland, 6,27 Duitsland. Dat is de tussenstand. Michael Koch gooit niet die strijk. En dan denk ik eigenlijk dat het zo goed als gebeurd is. Als Jeffrey van der Wakker hier namens Nederland de strijk gaat gooien in de 9e frame. Want dan is het einde verhaal van Boutique. Van der Wakker. Dat betekent voor 90% zeker dat Nederland deze wedstrijd gaat winnen. Afhankelijk natuurlijk van de 10e frame. Dus Nederland daar geen fout in maakt. Het mark is genoeg. Spare dus. Dat is voldoende voor de overwinning. 6,47, 6,81. Nederland staat op een strijk.
Goed, 7 en 8 en 9 zelfs, ja, dat is genoeg. Dit is genoeg voor de overwinning. Het is al genoeg voor de overwinning. Duitsland die een strijd wordt, maar het kan niet meer nodig. Nederland gaat deze wedstrijd winnen, dat staat wel vast. In ieder geval de tweede keer achter elkaar, wat ik weet, vorig jaar ook. En dan gaan we ons zo opmaken voor de finale ronde 3. Dan gaan wij zien de 10 beste spelers van het toernooi in de volgende. Met de top 10 die gekwalificeerd is voor de ronde hiervoor. De banen worden eerst geolied. Dus ik denk 3 uur ongeveer gaan we weer starten. Blijf vooral kijken op dit kanaal. Oh, 3:30 hoor ik, gaan we hier starten, dus over een uurtje is de starttijd, maar waarschijnlijk wordt het wel vervroegd, moet ik eerlijk zeggen, omdat we nu al klaar zijn. En blijf gewoon op dit kanaal kijken. We gaan de stream dan weer starten. We moeten dat doen in verband met de copyright van YouTube natuurlijk. De laatste bal van Jort. Toch nog een 10 pin. Nederland eindigt op 2:25, teamgame, scratch. Duitsland eindigt op... Oh, dat is een... De enige laatste man die geen strijk heeft. Minder balletje. Wacht even, eindenslag. Nederland wint in ieder geval. Wij gaan jullie in ieder geval zien. Het is gewonnen door Nederland. 7:20 voor Nederland. 720. Op 2-1 voor Nederland. En Duitsland komt op 6,92 uit. 7:20 tegen 6,92. Dat weten we. Dankjewel voor het kijken naar deze teamfinale. Wij gaan ons hier opmaken voor de finale ronde 3. Ik zie jullie straks terug. Livestream Dutch Bowling TV. Blijf maar kijken op dit kanaal. En het komt goed. Tot.